vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Het is echt super lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ik heb een paar items mogen uitkiezen bij Lovies, dus dat is super leuk. En laten we in ieder geval beginnen met dit jumpsuitje, want deze is ook al van Lovies. Hier zit hij, ja, of je het goed kan zien. Ik vind hem echt super cute. En ja, dat is het eerste item. Het tweede item wil ik graag ook laten zien. Dat heb ik ook onder andere aan. Kijk. Deze kettingjes. En ik heb er nog twee. En je koopt ze zeg maar in een soort setje. En ze zijn allemaal een ander laagje. Maar omdat ik deze ook al om had, wilde ik het even wat rustig houden. Maar dat is super leuk. Want toen ik het uitzocht, wist ik niet dat het allemaal los van elkaar kon. Dus als je bijvoorbeeld één kettingje om wil, is dat super chill. Als je alles om wil... Kijk, deze zit er nog bij. Oh. Dat zijn dan de kettingjes. Ik heb trouwens al alles uitgepakt, want ik wil alles gewoon passen. Dit is een superleuk item. Deze draadjes komen hier. Het is een rokje, maar als je deze omhoog doet, zie je nu dat er een broekje onder zit. Dit is echt gemaakt voor mij. Het is echt een super schattig stofje ook. Want ik vind het moeilijk om charmant te zitten met een rokje aan. Dus dat is echt een top item. Volgende item zit binnenste buiten. Dit schattige topje. Zo ziet de voorkant eruit. Hij is gewoon wit, heel luchtig. Ik draag hem persoonlijk bij dat zwarte rokje die ik net had laten zien. En dan vind ik hem echt super cute staan. Tweede item is... Het zit allemaal door elkaar. Het tweede item is een jurkje. Vind ik ook echt super leuk. Hij heeft een wat harder stofje ofzo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. En hij is gewoon een soort van crèmekleurig met wit. En ik vind hem echt super cute. Het volgende item is heel moeilijk nu te laten zien. Maar als het goed is zie je nu een beeld. Tenminste zo meteen een beeld hoe ik hem aan heb. Want nu denk je, what the fuck is this? Ja, dus dit is geen doek waar je in gaat hangen. Dit hoort zo en dan knoop je het zo. Bam. Ik zal gelijk even laten zien hoe ik hem heb geknoopt. Eerst zo. Dan achterlangs pak je hem. En dan knoop je hem zo. En dan nog een keertje. En dan zo. En dan knoop ik hem achter nog een keer. Volgende item. Volgende item is dit superleuke jumpsuitje. In, volgens mij heet dit marineblauw of zo. Deze vind ik ook echt top voor een avondje uit eten. Want dan wordt het vaak wat ietsjes kouder 's avonds. En dan heb je gewoon nog wel een luchtig iets, maar net even ietsjes warmer. En deze vind ik echt superleuk omdat ik heel weinig jumpsuitjes had voor in de zomer. Die ik naar het strand, deze ging ik af trouwens. Die ik naar het strand kon dragen. Gewoon over je bikini heen of gewoon even makkelijk, net zoals deze die ik nu afdoe. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Ik gooi dit echt weg. Volgende item heb ik eigenlijk al eerder binnengekregen, maar ik wilde het toch nog even laten zien. Ik heb dus al een keer aan gehad naar het strand. Dit is een bikini. En dit is het bijpassende broekje. Heel simpel. En deze vind ik echt super leuk. Deze heeft dit printje. En surprise, surprise, ik heb precies diezelfde ook in het zwart gekozen. Dit heb ik echt wel nieuw binnengekregen vandaag. Dit modelletje zit bij mij gewoon super goed. Ik heb, laten we zeggen, niet de allerkleinste cup. Dus ik moet wel gewoon goede, stevige bikini topjes hebben. En dit lijkt niet heel stevig te zijn. Maar ik vind cups, ik vind zeg maar bikinis met zo'n beugel niet heel erg fijn zitten. En dit lijkt heel niet stevig, maar ik weet niet. Het zit echt super goed. En... Het heeft een wat dikkere band hieronder, dus ik ben er fucking blij mee. Deze bikini. En deze bikini, super chill. Nu heb ik alles laten zien aan jullie en ik hoop dat jullie het allemaal leuke items vonden. Ga alsjeblieft naar lovies.nl, want ze hebben daar echt super leuke zomerse items. Ik koop er persoonlijk heel graag mijn nieuwe zomer items, dus ja, ik zou zeggen, ga naar de site.
Ik zou zeggen, ga naar de site en koop snel je nieuwe zomeritems. Ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie voor 20% korting. Die staat in de beschrijving. Dus ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. En een hele fijne zomer trouwens. Doei.